Parshat Bo. Hashem, God zegt tegen Moshe, Bo el Paro. Kom mee naar Farao. Dus als het ware dat Hashem zelf meegaat met Moshe en Aaron naar Farao toe. Dat is historisch gesproken, dus toen gebeurd. Wat wij eruit kunnen leren is, als we geconfronteerd worden met een farao, iemand die zegt, ik geloof niet in God. Of ik geloof niet in ieder geval niet in de God waarin jullie geloven. Dan heb je nodig een Moshe. En dan heb je nodig een Aaron. Moshe als leider van het Joodse volk. En Aaron als hoge priester, maar vooral als de man die de personificatie is van de liefde voor elkaar. De persoon die vrede brengt daar waar geen vrede is tussen twee mensen, of eventueel wat vroeger ook wel voorkwam, tussen man en vrouw. En Aaron deed er alles aan om die shalom te brengen. En Moshe is als het ware de man van het godsgeloof en het godsvertrouwen. Om dus een spirituele farao aan te kunnen, heb je die twee figuren als het ware nodig. Het gaat op vrijdag 26 januari. 10 Shabbat worden. En 10 Shabbat is de sterfdag, overlijdensdag van Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de schoonvader van wat ik dan graag noem onze Rebbe. En die had een tekst eigenlijk gegeven om te leren op die dag, waaruit later bleek dat hij op die dag overleden is, op Shabbat Parshat Bo. En die Shabbat, het is dus aanstaande Shabbat. Ik wil een klein stukje met u uit die chassidische verhandeling voorleren. En daar wordt onder andere verteld dat helemaal aan het begin van de schepping was de Ikara Shechina, de goddelijke aanwezigheid, de goddelijke aanvoelbaarheid, dat je God kon ervaren, dat was op aarde aanwezig. Maar door een reeks van zonden, van Adam en Eva, en van Enosh, en wat er verder allemaal gebeurde, is die goddelijke aanwezigheid eigenlijk steeds hoger weggetrokken. En de aarde werd dus wat dat betreft steeds leger. Tot Abraham kwam, en door zijn optreden bracht hij als het ware die Shechina, die goddelijke aanwezigheid van de hogere hemelen weer wat lager. En er wordt nog gesproken over 7 niveaus. En zijn zoon Yitzchak bracht die goddelijke aanwezigheid in Shechina weer niveau lager. En zo ging het door tot de 7e kwam, dat is Moshe. En die heeft die goddelijke aanwezigheid als het ware weer op aarde teruggebracht. En die was vooral aanwezig in het Mishkan, in het heiligdom, waar we later in het boek Shemot, ik zou dus lezen, dat het heiligdom gebouwd moest worden. En waarvan Hashem dan zegt, Bishachanti betocham, daarin zal ik wonen. Bishachanti, van dezelfde stam als Shechina, goddelijke aanwezigheid. Ik zeg God, zal in dat heiligdom aanwezig zijn. Nu alvast, omdat we over een aantal weken gaan lezen, wil ik toch al die gedachte, maar dat zij de vorige Rebbe in die verhandeling die hij dus, laten we zeggen, nagelaten heeft, die geleerd werd op zijn sterfdag. Hij zegt, er staat niet dat God zegt, maak voor mij een heiligdom en ik zal daarin, in dat heiligdom wonen, betocho lo ne'amar en la betocham.
Er staat niet in enkelvoud, maar staat in het meervoud. Ik zal in hen wonen. Dat wil zeggen in iedereen. Of anders geformuleerd, iedereen heeft de mogelijkheid, en daarmee ook de opdracht, om als het ware van zichzelf een heiligdom te maken. En God belooft, als je dat doet, met de aanwijzingen die de Torah daarvoor geeft, garantie, dan zal ik daarin wonen. En de Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchok, die legt dan in die chassidische behandeling heel uitvoerig uit hoe dat bereikt kan worden. En waar de primaire zaken moeten liggen. Hij geeft als voorbeeld, hij zijn helemaal gewend, hij hebben de vaste etenstijden van ontbijt en middageten en avondeten. Maar het kan zich eigenlijk voorkomen dat op dat moment ergens het avondgebed in shul uitgesproken moet worden. Ja, zeggen mensen dan, maar sorry, dan eten wij thuis. Ja, daar kan natuurlijk wel rekening mee gehouden worden, maar op een gegeven moment zijn er van de situaties dat het gewoon niet anders kan, of het een of het ander. En dan is het wel erg belangrijk om met elkaar te bepalen, na te gaan en te beslissen wat het meest belangrijk is. Dat onder andere komt ook in die chassidische verhandeling van de vorige Rebbe voor. Wat we aanstaande Shabbat in Parshat Bo lezen, twee parshiot, twee teksten die spreken over de mitzwa, van het leggen van tefillin. En tefillin zijn twee mitzvot, tefillin van die op de arm wordt gelegd en het tefillin die op het hoofd wordt gelegd. Het zijn er maar twee van de 613. En je kan nooit zeggen, wat is nou belangrijker, het een of het ander. En toch kan je ergens misschien dat wel opmaken. Ik heb gelezen van Elie Wiesel, hoe die vertelt, hoe zelfs in de concentratiekampen, in die doodskampen, mensen hebben tefillin gelegd. Dat was levensgevaarlijk, ze moesten wat doen dat het niet gemerkt werd. Maar dat was zo vanzelfsprekend, dat ze dat hebben gedaan. Gelukkig, Baruch Hashem, Godzijdank, dat wij niet in zo'n situatie zijn. Maar als je dat leest, hoe de mensen alles ervoor over hebben gehad, dan denk je bij jezelf, we leven in een vrij Nederland, of waar je dan ook verder leeft. Ja. Dan is het toch eigenlijk vanzelfsprekend, als Joodse jongen, vanaf zijn bar mitzwa, en verder, dan wordt hij een Joodse man, en hopelijk een Joodse vader, een Joodse grootvader, wie weet zelfs al Joodse, hopelijk ook een Joodse overgrootvader. Ja, die filie, die horen er helemaal bij. En dat blijkt ook duidelijk uit het feit, we hebben het nu over de uitdaging uit Egypte, dat grootste gebeuren. En dan zegt Moshe uit naam van God, leg de filie op je arm en op je hoofd. Sederavond wordt in de sidra van deze week ook aangeduid. Waar wordt die weer als Mitzrayim en ik zal trekken over het land Egypte. En dan zegt op sederavond ook, Ani Hashem, zegt God, ik ben God, Ani Belo Acher, en niemand anders. Er wordt verteld van een chassid, een aanhanger van Reb Mordechai van Lichwitz. En die was de uitvoerder van een graaf. En op een gegeven moment had hij toch zo'n behoefte aan een warm woord. Hij denkt, ik ga naar mijn Rebbe toe. Naar het Mordechai van Lichwitz. Het was een speciaal paardje. Het was nu de tijd dat het openbaar vervoer auto's en dergelijke. Dat waarschijnlijk nog niet waren. In ieder geval, hij ging met een speciaal paardje. Om dan naar zijn Rebbe, naar die tzaddik, het Mordechai van Lichwitz te gaan. En toen hij daar aankwam, het was warm weer in de zomer, en hij klopte aan en er werd niet open gedaan. Wat bleek nu, dat was een ander rabbijn, was op bezoek gekomen bij deze rabbijn Mordechai van Lichwitz, en die zaten ergens op de veranda aan de andere kant van het huis. Dus deze
chassid, die klopte op de deur en dat werd niet open gedaan. En toen heeft hij dus harder gebonst en toen hoorde hij daar roepen van wie is daar? En toen riep hij ik. En toen hoorde hij zijn rebbe zeggen, er is maar één die ik kan zeggen. Ani velo acher. Alleen God kan zeggen ik. Want de essentie van alles, werkelijke ik, dat is Hashem. Alles wat er verder is, is niet de essentie. Dat vond ik een schitterende gedachte. Het doet even denken aan dat wat Einstein zegt. God is de ende en de n plus 1 de dimensie. Hij is boven alles verheven en hij is in alles. Dat is een andere formulering van het zeggen van God is de essentie van alles. In ieder geval is dat een prachtige gedachte. Om die mee te nemen, we eindigen deze week de maand Teveet. En we gaan naar de maand Shevat. Met die bijzondere dag van 10 Shevat. Dat is dus nogmaals de overlijdensdag van de vorige Rebbe. 1950. In 1951 heeft zijn schoonzoon, Menachem Mendel Schneerzoon, het leiderschap van de beweging op zich genomen. En dat was dus ook op 10 Shabbat. En dan later, maar daar zullen we volgende week over spreken, dan komt uiteraard de 15e dag van die maand, Tu Bishvat. Tot dat moment wens ik u een hele fijne eind van de maand. Begin van de maand en uiteraard een Shabbat Shalom om een volgende.